Dit is dus de NATO. Dit is onze open chipkaart. We hebben gewoon meegenomen. Werkt ook wel. Ja, dat is echt heel fijn. Ja. Nou, het zit zo. We hebben besloten om een soort review van de dag te doen. Recap. Recap, review, same thing. We zijn onze dag begonnen met een ontbijtje in het hotel. Typisch Japanse brood met jam. Toen wilden we naar Harajuku, maar we kwamen erachter dat eigenlijk alles pas om 11 uur opent hier. Dus we dachten, nou, er is een park in de buurt, we gaan daar gewoon heen. En toen bleek dat dat echt heel mooi was. It just kind of happened. Ever. I'm sorry. Dus dit hebben we gehaald. Het ziet er heel zoet uit. Dat is het ook, maar het is echt heel lekker. Van deze plek. And it's good, probably. Mocht je dit serieus? Ew. Dit is ons hotel trouwens. We zijn er bijna. Maar nog niet. Zijn we naar Akihabara of zo? Ja? Hoe je het ook uitspreekt geweest. Dat was heftig. Er was zoveel, al die kleuren, dingen. Toen zijn we naar Shibuya. Dingen. Wat hier nu in de tekst staat, daar zijn we naartoe geweest. En het was heftig. Het is dus weer een nieuwe dag. Van ik ga zo naar een tempel ding. Stop. Nee. Dat is in ieder geval een georganiseerde excursie. So that's nice. But first, I'm gonna take a selfie. Breakfast. Niet. Recap time. Ik weet niet of ik er nog de energie voor heb, maar we gaan het proberen. Okay. Nou. We hebben heel veel souvenirs gekocht. Je hebt al van die mooie eetstokjes en dingen. Ja. En eiers. Dus een shot till we drop. En dan daarna lunch. Oh ja, lunch. En we waren een beetje aan het rondwalen, zeg maar zo van. We kijken wel wat op ons pad komt. Ja, alleen dan heb ik met elk ding gezegd van. Ja. Maar goed, we zijn toen op een gegeven moment maar gewoon ergens ingegaan. Er is een heel klein restaurantje. Mm-hmm. Dat was zeg maar echt een huiskamer. Niet eens.
En die verkochten een bepaald soort gerecht. En het was een soort steak idee. Maar er waren allemaal sausjes en dingetjes bij. En die moest je dan op een specifieke volgorde moest je dat dippen. Ja. Heel specifiek. Heel belangrijk. En dat was echt fantastisch. Ja, dat was echt heel erg lekker. Oké. Dit is dus waar we naartoe lopen. Of liepen. Een hele tijd. En dit is een boeddhistische tempel. Met een heel groot boeddhabeeld. Oh, en hij is heel groot. De laatste avond in Tokio. Morgen vertrekken we naar Kyoto. Nou, dat gaan we dus doen. En nu gaan we maffen in dit hotel. Zonne en avond.